Zijn we weer aan de go voor dag 2. Koffietje erbij. Ja. Lekker. Kijken wat er nu weer allemaal verteld gaat worden. Leadership. And again, they're your traditionalists. Next is your baby boomers. Baby boomers, they grew up post-World War II. They're very optimists. Vandaag staat Paul ook weer op een teamspoed. Dus ik ga hem even zoeken wat hij aan het doen. We zijn even buiten gaan zitten om weer wat dingen te laten weten aan jullie. Ja. Een paar highlights en dit keer allemaal over Microsoft Teams. Klopt inderdaad. Vertel. Outlook integratie. Je kon al mailen naar je kanaal, maar nu kun je ook een mail sturen naar een persoon in een team of in een kanaal. En dan komt de volledige mail inzichtelijk. Als iemand replyt, dan kun je ook via de mail replyen. En dit vind ik wel een heel mooie functionaliteit. Ik moet zeggen, ik heb ook een andere update ergens gezien. Alleen die is niet vanuit Microsoft, maar daar hadden ze de hele mail client geïntegreerd. Super mooi. Cool. Nummer 2, en er is nu ook een mogelijkheid om je aan te melden via SMS. Dat klopt, en die mogelijkheid die is er eigenlijk voor de mensen die niet aan een vaste werkplek hebben. Dus die rondlopen of vertegenwoordigers die wel Teams willen hebben, maar alleen maar even willen gebruiken. Die kunnen met een SMS aanmelden als hun telefoonnummer bekend is. Dus dat is echt super makkelijk. Je hoeft niet meer je loginnaam te weten, je paswoord. Veel sneller. Veel sneller. Nummer 3, dat is Power Apps. Dat hebben we gisteren al aangestipt kort. Klopt inderdaad. Publisher voor Power Apps. Eigenlijk wat je kunt doen is je Power App direct publishen naar Teams. En dan kun je hem in Teams gebruiken, wat natuurlijk super makkelijk is. Cool. Nummer 4, en dat is met Zoom. Ik heb dat in het verleden best wel veel gebruikt. En nu Ik denk dat veel mensen het gebruiken inderdaad. Wat de mogelijkheid is om als gast in te loggen via je eigen Zoom of Cisco account in Microsoft Teams. Dus je gebruikt gewoon Zoom en vervolgens neem je deel aan de vergadering. En nummer 5, de laatste voor nu? Ja, ondersteuning voor VDI. Dus je hebt Citrix en je gebruikt Teams, dan kon het nog wel eens moeilijk gaan. Nou, dat wordt nu volledig geüpdate. Ondertussen wordt er aardig geschreeuwd op de achtergrond voor de taxis. Maar dit wordt geüpdate en kun je dus gaan gebruiken. En wordt makkelijker en veel beter. Gaaf, mooi. Dat waren ze. Yes, we gaan nu een feestje vieren. En we hebben eerst een teamsfeestje. En daar komt iedereen van het product team van Teams naartoe. En daarna hebben we dan de endpoint party, de red party. Het is nu 6 uur en dan moet het een hele leuke avond, denk ik. Ik denk het ook. Zin in. Kijk, hoe vet. Teams. Like,